Je luistert naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. De geheime helpertjes van de schoenmaker. Voorgelezen door Marlieke Cox. Een schoenmaker was zo arm geworden dat hij niets meer had. Eigenlijk had hij alleen nog maar een lap leer voor één paar schoenen. Die avond sneed hij het leer en wilde de volgende ochtend beginnen met het maken van de schoenen. Omdat hij een goed geweten had, legde hij de gesneden lap leer neer op zijn werkbank en ging naar bed. 'S Morgens, nadat hij zijn tanden had gepoetst, wilde hij aan het werk gaan. Maar tot zijn grote verbazing stonden de schoenen al kant en klaar op zijn werkbank. Hij was zo verbaasd dat hij heel hard begon te lachen. En hij nam de schoenen in zijn hand om ze goed te bekijken. Ze waren keurig gemaakt. Er was zelfs geen verkeerde steek te bekennen. Tot het grote geluk van de schoenmaker kwam ook al heel gauw een klant voor de schoenen. Die het paar zo mooi vond dat hij meer betaalde dan de schoenmaker voor vroeg. Nu kon de schoenmaker van dit geld een nieuwe lap leer kopen. Maar dit keer genoeg voor 2 paar schoenen. Hij sneed het leer 's avonds in stukken voor 2 paar schoenen. De volgende ochtend wilde hij vrolijk aan het werk gaan. Maar de schoenmaker wist niet wat hij zag. Want ook deze keer hoefde hij niet aan het werk. Want beide schoenparen waren alweer klaar. De klanten vonden de schoenen prachtig en gaven hem zoveel geld dat hij nu leer voor 4 paar schoenen kon inkopen. De volgende ochtend, in alle vroegte, vond hij tot zijn vreugde de 4 paar ook weer klaarstaan. Zo ging het maar door. Het leer dat hij 's avonds gesneden had, was de volgende ochtend klaar en de schoenmaker kreeg stukje bij beetje weer wat meer geld om van te leven. Op een avond, toen hij het leer al had gesneden voordat hij naar bed ging, zei hij tegen zijn vrouw: "Hoe zou je het vinden als wij deze nacht eens opleven om te zien wie toch die geheime helpers zijn?" De vrouw vond het goed. Dus die avond liet de schoenmaker een schemerlampje branden en verstopte hij en zijn vrouw zich in een kast. Door een kier van de kast hielden zij de lappen leer die op de werkbank lagen goed in de gaten. Rond middernacht kwamen 2 vriendelijke kleine naakte mannetjes binnen door een kier van de voordeur. De 2 mannetjes klommen behendig op de werkbank en begonnen met hun kleine vingertjes zo handig te steken, te naaien en te kloppen dat de schoenmaker van verbazing zijn ogen niet van hen af kon houden. No. De kleine mannetjes hielden niet op voordat alles kant en klaar op tafel stond. Na hun werk sprongen ze met een wip weer van de werkbank en kropen door de kier naar buiten. De volgende dag zei de vrouw: "Die kleine mannetjes hebben ons rijk gemaakt. Daarvoor moeten wij ze toch dankbaar zijn. En ze lopen maar naakt rond. Wat zullen ze het koud hebben? Weet je wat? Ik zal hemdjes, jasjes, buisjes en broekjes voor hen maken. En voor ieder een paar sokjes breien." Dat vond de man een heel goed idee. En toen alles klaar was, legde zij de geschenken op de werkbank in plaats van de gesneden lappen leer. Toen verstopte de schoenmaker en zijn vrouw zich weer om te zien wat de mannetjes zouden doen. En wederom, rond middernacht, kwamen de kleine vriendelijke naakte mannetjes door de kier van de deur naar binnen. Ze wilden onmiddellijk aan het werk gaan, tot zij tot hun verbazing geen leer vonden, maar in plaats daarvan nette kleertjes. Ze waren eerst heel verbaasd, maar daarna hadden ze de grootste pret. Zo snel als ze konden trokken ze de kleren aan en streken ze netjes glad. En toen zongen zij: "Oh, wat zijn wij warm en fijn, waarom er nog schoenmaker zijn." Toen sprongen en dansten de kleine mannetjes met hun nieuwe outfits over stoelen en banken. Vrolijk en blij gingen ze terug de kier door naar buiten. Sinds die nacht kwamen de kleine vriendelijke mannetjes niet meer terug naar de werkbank van de schoenmaker. De schoenmaker en zijn vrouw gingen weer terug naar hun normale ritme. En de klanten? De klanten bleven terugkomen. Zolang de schoenmaker en zijn vrouw leefden, waren ze de kleine vriendelijke mannetjes dankbaar voor al hun hulp. Einde.
Dit verhaal werd voorgelezen door Marlieke Cox. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Classic. Elke woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering. Volg ons in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio, tijd voor Abel.